Broccolikers. Hebben jullie er wel eens van gehoord? Het is een kiemgroente die echt ontzettend gezond is. Alle kiemgroenten zijn ontzettend gezond, maar de broccolikers die steekt daar met kop en schouders bovenuit. Waarom dat zo is, dat ga ik jullie vertellen in deze video. En mocht je nou enthousiast zijn over deze video en de informatie over deze kiemgroente heel interessant vinden, deel de post dan in je stories. Want zo bereiken we meer mensen en in deze tijd is het echt belangrijker dan ooit om veel gezonde voedingsstoffen binnen te krijgen. Dus laten we elkaar daarmee inspireren. Veel plezier met kijken. Oh, en nog belangrijk om te zeggen is dat iedereen, maar dan ook echt iedereen, broccolikers kan kweken. Je hebt er namelijk geen moestuin voor nodig. Ik zou je natuurlijk wel willen aanraden om een moestuin te beginnen als je die nog niet hebt. Maar voor kiemgroenten heb je dus geen moestuin nodig. En zelfs in de allerkleinste keuken kan broccolikers gekweekt worden. En dat maakt het extra leuk. Waarom is broccolikers zo gezond? Broccolikers, of ook wel broccolikiemen genoemd, zijn wondertjes voor je gezondheid. In een vorige video legde ik al uit wat kiemgroenten precies zijn. Dit zal ik even kort herhalen. Kiemen, of ook wel sprouts genoemd, zijn uitlopers van zaden die uitlopen omdat ze vochtig worden gehouden. De combinatie met water doet het zaad ontkiemen. De kiem is het begin van een nieuw plantje. Zijn voeding haalt de kiem nog uit het zaad en daardoor bevat hij waardevolle voedingsstoffen die voor ons makkelijk opneembaar zijn. In een wat later stadium krijgt de kiem worteltjes en kan hij in aarde worden gezet. Dan is het een jong plantje geworden. Broccoli behoort tot de familie van kruisbloemigen. Zo worden ze genoemd omdat hun bloemen met vier blaadjes in een kruisvorm staan. Voorbeelden van andere kruisbloemigen zijn alle soorten kolen zoals spitskool, bloemkool, boerenkool en ook spruitjes. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat alleen deze groentefamilie opvallend veel glucosinolaten bevat. Dit zijn natuurlijke gifstoffen die de plant beschermen tegen insecten en larven. Uitgerekend dit gifstofje voor insecten en larven blijkt voor ons juist een krachtige stof tegen het weren van ernstige ziektes te zijn. Glucosinolaten kunnen dus ziekteverwekkende stoffen in ons lichaam uitschakelen. Een bekende soort van de glucosinolaten is de glucoraphanine. Broccoli op zich bevat al buitengewoon veel van deze stof, maar in broccolikiemen zit maar liefst 20 keer meer glucoraphanine. Uit onderzoek blijkt wel dat je hiervoor goed moet kauwen op de kiemen. Daardoor komt namelijk de stof sulforafaan vrij, die de helende en preventieve werking heeft bij verschillende ernstige ziektes. Sla deze stap, het kauwen, dus vooral niet over. Daarnaast zijn er nog veel meer gezondheidsvoordelen. Het helpt je lichaam namelijk om ook te ontgiften en daardoor kan het helpen bij afvallen. Ook geeft het je hersenen een boost. Genoeg redenen dus om broccolikers zelf te kweken. En het is ook nog eens super makkelijk. Je neemt een kiemschaaltje, maar het kan ook in een potje met een laagje water of op bijvoorbeeld vochtig keukenpapier of vochtige watjes. Doe daarop de zaden. Wacht een week en je kunt al meteen beginnen met eten. Geen idee waar je de kiemen in kunt verwerken? Ik vind het heerlijk ter garnering in een soep, maar ook op een belegd broodje. En? Je kunt ze ook los opeten, met worteltje en al.